Ja, en toen was hij op een vlot verbrand. Nee. Echt tering veel hout voor nodig, omdat hij zo dik was. Mensen, wat een fantastisch verhaal. En welkom bij onze mid IAP. You so fucking precious when you smile. Ja, maar het is alleen, sommige dingen zijn toch wel leuk omdat mensen dik zijn, zeg maar. Zoals Bas is vrij trappen. Nou, nee, buiten het feit dat Bas natuurlijk een vrij goede trap in de benen had, was dat vooral viral gegaan. Because size doesn't matter. Doe nog eens een leuke dikzak, Rob. Ik weet niet of dat leuk is. Oké, we gaan over ogen dicht in een landje zoeken. Jij ja. Gaat echt achter, joh. Ja, nee, maar dat vind ik leuk. Zijn we er klaar voor? Wat zijn ogen dicht. Zelf pakketten, misschien kunnen we wat bijstorten. Zo, oh. Ja, die gaan we even doen. Zeg. Maar eerst deze, ogen dicht, daar gaan we. Ik heb, heb ik al een mid-icon? Je hebt op Nakata gedaan. Oh, ja. Nee, ja, Nakata heb ik, ja. Oké, ogen dicht. Prime. Echt? Goed. Oh ja, dat was zo'n prime icon pack van, Ik heb dit voor mij geen één keer gedaan, deze mid-icon pack. Wel leuk dat je hem doet. Nu. Nou, wat ga je nou weer lopen haten? Niet doen, ik kan niks zien, hè. Nee, ik ook niet. Hebben we allemaal de Pele gezien? Ja. Oké, okay. Yes! Ik gok Pele. Ik denk Liedmanen. Liedmanen? Oké, maar jij zegt Liedmanen, dan gaan we daarmee beginnen, oké? Je komt naar Finland, toch? Ja. Hatsa! Komt-ie! Die had ik al, had ik al. Ook verhandelbaar, waarom de f**k heb ik hem? Oh, jezus. Finland was het niet. Welk dan nu? Noem eens een line. Denemarken? Lekker, mooi. Zweden? U zegt wij draaien. Hartstikke idee. Lekker, Zweden ook niet. Tsjechië? Net vet? Ja. Hartstikke idee. Lekker. Kameroen wil ik. Kameroen? Ik weet niet of het kan. Kameroen. Wat een lul. Doei focus. Drogbaatje. Oké. Ja. Boom. Lekker. Ierlandje doen? Kien, hè, is dat? Lekker. Ja. Het wordt een topland. Het wordt een topland, ja. Maar dat kan alsnog het slechte zijn, maar het wordt wel een topland. Of zou ik gewoon even Japan kijken? Doe maar Japan. Oké. Anders had je... dat was een Japan geweest. Oké. We kunnen ook wel even doen, even keeper. Zo, ja. Even keeper kijken. Oeh, dat is kaarsjan. Dit is lekker hoor, dit is lekker. Nou, Italiaans, dan heb je er gelijk heel veel. Nee, maar... niet Italiaans, die moet je bewaren. Ja, maar Italiaans is echt... Noord-Ierland. Noord-Ierland zou wel oké zijn. Noord-Ierland. Bam. Oh, Nigeria. Oh, Chokka, wat een meme! Oh. Wat een meme! Oké. Mexico, ja. Oké. Je hebt nog niet gekeken naar Wales en Schotland, toch? Nee, klopt. Wales, dat is echt kut, ja. Je had laatst Ian Rush gepakt, voor mij die Prime, en die was 100k. Oh. Ja, op Giggs ook niet, dus. Schotland, ook een goeie. Nou, die Schotland is goed, hè. Dat is Darkness. Zo. Helaas. Oké. Dit is eigenlijk een van de toplanden. We hebben voor de rest... Portugal. Eusebio! Poeh! Geen Eusebio, vind ik jammer. Ach, er zijn nog andere landen die we gemist hebben. Oekraïne heb je nog niet gehad. Oh. Oké. Ghana. Nee, dat is die hele slechte SN. Die hele slechte. Congo, Brazilië. Kookeilanden. Kookeilanden. Dat wij leren met geschiedenis wanneer Columbus Amerika heeft ontdekt. Oh. Terwijl, dat was er altijd al. Het is een topland. Wat leun allemaal weer tussendoor. Portugal hebben we gehad. Italië doen. Doe Spanje maar. Spanje. Hier is niet goed, hè? Raul. Gillette. De beste man. Yes. Je wil gewoon Nederland of Brazilië hebben, toch? Ja. Of Maradona. Argentinië, doe maar. Nee, ik wil eerst Italië doen. Italië heb ik ook slecht. Ik denk Pipo. Die heb ik nog. Boom. Woe! Oh. Geen Pipo! Dit is lekker! Dat is echt leuk. Ja, Engeland nog. Ik zou... Nou ja, Duitsland. Doe eens Duitsland maar. Ik zou niet Duitsland als eerste doen. Nee? Nee. Maar je denkt dat Duitsers is? Ja. Wie denk je? Maar welke gaan we nu doen? Duitsland. Oh! Dit is goed! What the fuck? Luta! What the fuck? Nou heb je Sissoko, die is beter, maar. Hoeveel zijn er nog wel 500k of zo? Een miljoen, man! Hou op, die kan toch geen miljoen meer zijn? 2 miljoen of zo! Dit vind ik wel een goede squad. Ja, dat is een goed team. Waar heb je dit voor gebruikt? Nou, dat die al die type Portugezen op elkaar lijken. Vind je niet? Was dit een nieuw video-idee? Ja. Wat een content. Boom! Oh! Oh, wat een kabel! En er zijn er maar 7 op! Wat heb je voor CDM's nu? Ik heb nu Die Cedor zeker weg, ja. Opgesodemieten. Waar speelt die Cedor? CDM. Tom, die Matheus is echt goed, jongen. Ik ben echt goed. Hartstikke idee! Boom! Nou, hij is gewoon goed. Yes! Hartstikke idee! Dankjewel! Hoppakeetje! Matheus! Nou, dat was even fantastisch. Ongelooflijk, Matheusje binnen. Dit vind ik toch ongelooflijk lekker. Kleine 800k. Dan kunnen we die Cedor gelijk weer wegdoen, want die kan natuurlijk nog even uitkijken. Die stats. Matheus, meer pace, minder shooting, minder passing, minder dribbling. Veel meer defending. Matheus, heerlijk kaart. Helemaal niets mis mee. Kan deze vent gewoon rustig weg. Hartstikke idee. Voor 1.09 gekocht. Hij is nu. Mm. Weet je wat? We listen hem gewoon lekker. Zo, hoppakee. Voor een uurtje erop. Kijken of hij verkoopt. Zo niet. Dan verkoopt hij lekker niet. Anders verkoopt hij lekker wel. Mensen, ik ben zeer tevreden. We gaan
gaan even een klein potje doen. Dit is mijn beste icon die ik dit jaar gepakt heb. Dit is mijn beste icon. 100%. Wat een beast. Schitterend. Tijd voor een klein potje Division Rivals. Samen met mijn Hutser, Leuter, Matthäus. Dus met deze onze team. Hij heeft een aardig team. Maar natuurlijk niet zo goed als mijn team. Mijn team is zeer goed. Ik heb nu ook die Royce natuurlijk. En nog steeds mijn Hutsi Sokko en mijn Huts Max Maximum. Dus mijn team. Ik begin echt vrolijk te worden over mijn team. En ik wil graag dat jullie dat ook worden. Zo niet, ja, is dat triest. Heb je trouwens nog geen PlayStation Plus gekocht op ikontroep.nl? Doe het nu. Kost nu maar €42 in plaats van 60. De actie is minder dan 2 weken geldig. En als je nog een PlayStation Plus op je account hebt staan, dan denk je van, ik heb het nu niet nodig. Boeien niet, want het wordt er gewoon erbij opgeteld. Als je nog 3 maanden hebt, dan heb je dan een jaar en 3 maanden. Dus niet dat dan ineens die 3 maanden weggaan. Dus eigenlijk is het sowieso slim om nu te kopen. Als je toch denkt dat je over een jaar nog PlayStation speelt, dat ik er wel vanuit ga jullie te gaan doen. Hoppa, Max Maximum zit daar goed tussen. Max Maximum. Uitstekend balletje. Balletje terug op Royce. Die paast hem heel ver naar Matthäus. Zo, die zit even lekker in het spel, hè. Hoppa, goed. Hey, jongens, ik zweer je, dit team, jongen, dat is echt wereld. Ik zit er helemaal naast. Moet jij hebben. Dit is niks. De licht zit ertussen, maar toch niet. En dan schiet hij de 1-0 binnen. Fantastisch! Jongen, hoe je het bent of verkeerd, mensen. Dit is mijn jaar. Echt, ik zweer het je, jongen. Dit is echt mijn jaar. Jongen, echt, jongen. Lekker ertussen die er ligt. Hoppakeetje. Geen enkel probleem. Niks mis mee. En Dark scoort de 1-0. Kijk, maakt allemaal niks uit. Goed. Nou, jongen, wie is dat dan? Robertson? Welke Robertson dan die zo tering snel is? Die helemaal sin maximum bijhoudt? Nou, kan me niet voorstellen. Maar goed, Royce. Finesse shot, Royce. Keepertje houten. Ik wou eigenlijk wel voor wat hij erin ging. Maar ja, het is toch wel Tune Season Royce waar we het over hebben. Maar helaas. Het mocht niet zo zijn. Nou, dan is het maar zo, hè? Ja, zo ben ik dan ook alweer. Hartstikke idee. Op Matthäus. Matthäus, goed. Son. Weer de keeper. Hè? Vervelend. Ja, vind ik vervelend. De keeper heeft hem. Ja. Hakimi. Dunk, lekker. Richarlison! Dit is toch niet normaal? Waarom stopt hij Alisson van hem alles? Dat is toch echt geen slechte actie, dit. Zo. Sissoko! Boom! Nee, dit kan toch niet? Hoe kan dit nou? Oh. Richarlison! Nou, jongens, ik zweer het je. Het zit weer niet mee, hoor. Het zit weer eens niet mee. Godsamai. De licht. Dit is niet aardig. Wat doe jij nou weer, Siri? Het zit echt niet mee, godsamme, zei ik tegen Siri. Zegt Siri, dat is niet aardig. Je moet me steunen, Siri. Als ik zeg het zit niet mee, godsamme, betekent dat er iets niet goed gaat in mijn leven. Wil ik een klankbord waar ik tegen kan praten. Als ik hoor dat ik niet aardig ben, dan kijk ik wel de reacties op de bangste leugendetector video. Ha! Richarlison! Geblokt. Niet geblokt? Dat is wel een slecht schot. Royce! Nou, die wordt weer geblokt. Het is echt ongelooflijk. Het is echt niet te doen. Dit. Zweertje, deze vent is 1 keer doorheen gekomen, maakt een goal. En ik ben er al 10 keer doorheen gekomen en er gebeurt er helemaal niks. Royce! Dat zou zonde niet, Royce. Ongelooflijk dat ik hier achter sta. Dat is echt een bizar voor woorden, jongen. Een nieuwe volger! Hartstikke idee! Royce, heerlijk wat een doelpunt. Wat een heerlijk doelpunt. Lekker zeg. Marco Royce, jawel. Uitstekende actie en zo staat het 1-1. En volledig terecht, moet ik zeggen. Eindelijk een niet geblokkeerd schot. Doe mij goed. Hij is bang, hè, tegenstander. Hij is bang. Als je maar bang bent, jongen. Als je maar bang bent, hè. Goed. Zo, hij heeft frustratie. Daar gaat hij, Richarlison. Nee, te ver. Richarlison. Nee. Ik wil langs het keepertje spelen, maar helaas. Die vinden we 1 schot op goal en ik 7. Het staat 1-1. Nee, deze man gaan we kapot maken. Ik voel het gewoon. Geen enkel probleem. Ik ga hem helemaal slopen, jongen. Gewoon slopen, die handel. Gewoon lekker slopen. Tete. Hakimi. Hoppakeetje. Hoppa. Corner. Maakt niet uit. Weer een corner. Kopje maximum. Nog een corner. Ik heb veel corners deze pot. Dat is echt niet normaal. Nog een corner. Nee. Goed. Oh, dit is zo slecht. Dit is zo slecht wat ik doe. Mijn god. Dit is toch niet normaal. Wat een spel. Ja, het tweede schot. Dit is niet eens een schot op goal. Dit is een eigen doelpunt. Goed. Royce. Tweede paal. Tweede paal. Submaximum. Ja, nee, jongen. Weer zo'n kans, jongen. Ik word niet goed. Heerlijke steekbal trouwens van Royce. Mag gezegd worden. Hoe zit het in de overtreding? Ik doe niks. Ik geef hem geen tik. Ik doe helemaal niks. Gaat er weer in. Oh, de paal. Goed. Dit is goed. Volle ledige druk erop. Lege druk op de ketel. Balletje terug. Niet op hem. Balletje terug. Royce schiet erin. Natuurlijk, 2-2. Come on. En volledig terecht. Ik ben echt blij. Dit is een goed doelpunt. Royce met zijn tweede goal. Heerlijk meegelopen. En dan weet je eigenlijk al dat het kaasje is natuurlijk als hij schiet. Even kijken of we nog een kleine wissel kunnen toepassen. Die hebben we allemaal. Ja, Havert. Die wil ik eigenlijk wel een keertje zien. Ik ben benieuwd hoe hij speelt. Maar ik ben toch niet benieuwd genoeg om hem erin te wisselen voor Son. Is niks. Dit vind ik niks, hoor. Dit. Lekker. Goed. Kunnen we naar voren. Lekker. En zoals jullie weten hou ik daarvan. Naar voren gaan. Want dan gaan we alweer. Daar gaat Richarlison. Boom! Nee, jongen! Dit is ongelooflijk. Dit is ongelooflijk. Dikke vette niet ultra huts. Wel een spannende pot moet ik zeggen. Maar namelijk weet elk schot wat hij doet gaat erin. Daar moet ik wel een beetje rekening mee houden. Hij schiet en hij gaat er niet in. Fantastisch. Royce.
Ja, Royce, lekker 3-2. Hoppakee, hat-trick van Royce. Wat ongelooflijk lekker, Marcootje Royce. Wat een heerlijke counter. Uitstekend aan de Richarlison ook. Wat een heerlijk doelpunt. Dit is mijn jaar, jongens. Mijn jaar, ja. Top 100 voor de DNP Master. Royce. Ja, maak er nog één. Ongelooflijk. Wat een heerlijke kaart zijn die, Royce. Echt bizar. Mensen hebben gewonnen. We did it. Matheus gepakt en een pot gewonnen. Nou, mijn dag gaat niet meer stuk. Ik hoop dat deze video leuk vonden, mensen. Als deze video leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. Voor een heerlijke Matheus. Abonneer op mijn YouTube-kanaal en volg me op Instagram. Stuur ook een Insta-DM naar mijn Instagram. Met jouw favoriete mop. Want ik ben out of moppen. Ik heb echt nieuwe moppen nodig. Ik zweer het je, mensen. Ik zweer het je. Dankjewel voor het kijken. En ik zeg, de groeten. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Een arts die gaat de patiënt opereren. En de patiënt zegt tegen de arts net voordat de operatie gaat beginnen: Oh, ik ben zo ongelooflijk zenuwachtig. Dit is mijn eerste operatie ooit. Waarop de arts zegt: geen zorgen, het is ook mijn eerste.